De maand juni is in volle gang. Mensen die hun belastingaangifte op papier indienen, ja, die hebben nog een beetje tijd, tot 30 juni concreet. Mensen die via TaxonWeb werken, die hebben nog tot 15 juli om hun aangifte in te dienen. En zij die met een accountant kunnen werken, die hebben nog tijd tot 30 september. Er zijn heel wat mensen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen. Er zijn ook anderen die een TaxonWeb formulier krijgen, waar al heel wat is ingevuld. Maar toch niet alles. En daarom is Geert er komen bij zitten, onze belastingsexpert. Dag Geert. Goeiedag Simon. Hoe belangrijk is dat eigenlijk om die online aangifte toch eens grondig na te kijken? Wel, het is zo dat de online aangifte en ook het voorstel van vereenvoudigde aangifte ook maar de gegevens bevat die de fiscus ter beschikking heeft. Mm-hmm. Dus het loont toch altijd wel de moeite om dat eens dieper of verder te controleren. Ik denk bijvoorbeeld aan uw persoonsgegevens of de inkomsten, of die wel volledig vermeld zijn. Maar uiteraard ook en vooral uw aftrekbare uitgaven. Ja, want die geven recht op belastingvoordeel natuurlijk. Welke mag ik zeker niet vergeten aan te geven? Wel, het is zo dat niet alles vermeld is en de zaken die niet vermeld zijn, zijn onder andere de uitgaven voor kinderopvang. Ik denk bijvoorbeeld aan uw leningsuitgaven in veel gevallen. En uw dividenden, de vrijstelling voor de dividenden, dat wordt ook niet vermeld. Dus dat is wel de moeite. Oké, want daar snij je wel iets belangrijks aan, die dividenden. Je hebt eens een voorbeeldprofiel gemaakt van een ouder koppel dat toch zijn belastingen kan optimaliseren. Kan je dat eens toelichten? Ja, inderdaad. Dat ging over een gepensioneerde met een laag pensioen van 15.000 euro. Die krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte. En daarin staat vermeld dat hij geen belasting verschuldigd is. Nu, dat lijkt goed, ja. Maar dat is het in zijn geval eigenlijk niet. Want door onze berekeningen bleek toch dat hij tot 451 euro extra kon terugvorderen van de fiscus. En hoe komt dat dan? Ja, dat is eigenlijk omdat hij een vrijstelling van zijn roerende voorheffing, een vrijstelling van zijn dividenden, kon aanvragen. Mm-hmm. En zo roerende voorheffing kon terugkrijgen. Okay. En anderzijds, door een deel van zijn roerende inkomsten uit de kasbond bijvoorbeeld aan te geven, ja, kon hij nog een extra 211 euro terugvorderen. Geert, die cijfers allemaal goed en wel, maar die komen niet zomaar uit de lucht gevallen, neem ik aan. Hoe ben jij op die berekening gekomen? Nee, dat klopt. Ja. Ik heb daarvoor Multitax gebruikt. Oké, Multitax. Wat is dat voor iets? Ja, Multitax is eigenlijk het belastingsberekeningsprogramma dat TestNKoop aanbiedt. Maar TaxonWeb berekent ook belastingen, dus wat doet Multitax dat TaxonWeb niet kan? Ja, met Multitax kan je bepaalde simulaties maken die in TaxonWeb niet mogelijk zijn. Je kan ook je beroepskosten uitgebreid simuleren. En het signaleert je eigenlijk welke belastingvoordelen je nog kan verkrijgen. Ja, dat laatste is wel heel interessant, dat ik zeker niets vergeet. Wil jij ook onbeperkt simulaties kunnen maken, herinnerd worden aan wat je zeker niet mag vergeten voor je belastingaangifte, dan kan je als lid van TestNKoop tegen een kleine vergoeding Multitax bijbestellen. Klik op deze link.